Aan de Amsterdamse Marnixstraat staat het Rijksmonument ADVA, oftewel het Amsterdamse Huis voor Arbeiders. Ontworpen door architect Jan Ernst van der Pek, een icoon van de vooroorlogse sociale huisvesting. Dit markante gebouw is in 1918 in gebruik genomen door 360 ongehuwde arbeiders. De woningen waren eigenlijk kamers van zo'n 6 vierkante meter met een vaste wastafel. Eind jaren 70 is het ADVA-gebouw ingrijpend gerenoveerd en verbouwd tot 171 één- en tweepersoonsappartementen. Helaas is tijdens deze verbouwing veelvuldig gebruik gemaakt van asbest. Anno 2016 zijn de appartementen vooral onder studenten zeer populair. De huurprijs en vooral ligging in het centrum van de stad zijn de belangrijkste eigenschappen. De verbouwing is alweer bijna 40 jaar geleden uitgevoerd en het complex moet weer voldoen aan de huidige eisen. De energetische waarde van het gebouw moet worden verbeterd, het asbest moet worden verwijderd, de installaties moeten worden geüpdate, het wooncomfort verbeterd en het onderhoud moet weer in lijn zijn met de allure van dit prachtige gebouw. Om dit te bereiken hebben wij, van Wijk Vastgoed Onderhoud, een efficiënte en veilige aanpak uitgewerkt waarbij de bewoner centraal staat en waarbij wij ook stadgenoot niet vergeten. Wij willen dat de bewoners zo min mogelijk hinder hebben van de renovatie. Stijgers en bouwliften staan alleen waar gewerkt wordt. We richten ook een aantal logeerwoningen in. Het aanvoeren van bouwmateriaal vindt just in time via de achterzijde van het gebouw plaats. We beginnen met het verwijderen van het asbest uit de zolders. We werken met Foam Shield, een innovatieve methode die veilig, snel en kostenefficiënt is. Bewoners zullen 2 weken elders verblijven. Dat kan in het ADVA-complex, in een van de logeerwoningen. Na de asbestsanering leggen wij de nieuwe cv-transportleidingen aan. Deze vormen de basis van de nieuwe collectieve installatie met individuele afleversets en energiemeters. Als ook de afwerkingswerkzaamheden gereed zijn, kunnen de bewoners weer terug naar hun woning. Overigens hebben alle bewoners gedurende de hele renovatie warm water en 's winters een warm huis. Na de zolderwoningen werken we in strengen van boven naar beneden. We pakken per laag 2 à 3 woningen tegelijk aan. Na 10 dagen zijn er 10 tot 15 woningen gereed. De bewoners hebben tijdens de werkzaamheden gelogeerd in het ADVA-gebouw, hebben geen vrij hoeven nemen, geen overlast gehad en gewoon een warme douche kunnen nemen. We gaan een kijkje nemen naar wat er gebeurt in die 2 weken dat de bewoners in hun logeerwoning verblijven. In het weekend worden al hun spullen ingepakt en opgeslagen. Ze vertrekken met hun persoonlijke spulletjes naar de logeerwoning. De vloeren krijgen een dubbele laag folie. Op maandag worden de plafonds en schachten gesaneerd. De eerste laag folie met het uitkomende materiaal wordt op veilige wijze afgevoerd. Op dinsdag wordt per woning het benodigde bouwmateriaal aangeleverd en wordt de oude installatie afgekoppeld, gesloopt en afgevoerd. We starten met het aanleggen van de nieuwe installatie. Vanaf woensdag tot en met de dinsdag erop plaatsen wij voorzetwanden, achterzetramen, verlaagde plafonds, brandwerende schachten en maken de installatie af. Op woensdag wordt de woning gesaust. Op donderdag wordt de installatie afgemonteerd en ingeregeld. De woning wordt schoongemaakt. Op vrijdag leveren we op en worden de spullen teruggebracht uit de opslag. Op zaterdag begeleiden we de huurders terug naar de woningen en geven uitleg over de nieuwe installatie. We werken als een trein. Na 2 weken beginnen we aan de volgende streng woningen. In het weekend pakt de gerenommeerde verhuizer de boedel in en vervoert deze naar de opslaglocatie. De bewoners vertrekken met hun persoonlijke spullen naar de schoongemaakte, volledig ingerichte logeerwoningen. Voor ons begint de cyclus van 10 dagen weer op maandag. Na 14 weken wonen alle bewoners van de eerste zone weer in hun eigen huis. Alle verbeteringen zijn aangebracht en het asbest is gesaneerd. Gemiddeld is het energielabel op niveau C. De werkzaamheden aan de gevel en het dak worden afgerond. Hiervan ondervinden de bewoners geen last. De stijgers staan dan nog wel even voor de gevel. In de 2 weken rondom kerst woont iedereen in zijn eigen woning. De helft van de woningen is dan klaar en aangesloten op de nieuwe installatie. De oude installatie is operationeel voor de woningen die nog aangepakt moeten worden. Beide installaties functioneren gelijktijdig naast elkaar. De stijgers halen we weg en geven daarmee een voorproefje van hoe prachtig het hele gebouw gaat worden. Het buitenschilderwerk is namelijk klaar en plaatselijke vochtdoorslag is aangepakt. Na de feestdagen beginnen we aan de tweede zone van het complex, op dezelfde manier als we het eerste gedeelte hebben aangepakt. Eerst de zolderwoningen en vervolgens werken we streng voor streng af, telkens van boven naar beneden. De stijgers, bouwliften en werkplatforms worden rondom het complex aan de zuidelijke kant geplaatst.
Alle bevoorrading gaat via de zij- en achterkant van het gebouw met behulp van bouwliften. De bewoners maken gewoon gebruik van de entrees, trappenhuizen en liften van het complex. De routing van de werkzaamheden gaat op deze volgorde. Nadat alle woningen zijn gerenoveerd en voorzien van de nieuwe installatie, worden ook van dit gedeelte de gevel- en dakwerkzaamheden afgerond, waarna de stijgers gedeeltelijk worden verplaatst naar het laatste deel van het complex. Het overtollige stijgermateriaal wordt afgevoerd. De laatste strengwoningen die wij aanpakken liggen in het hart van het complex. Stijgers staan alleen nog op die plaats. Resterende gevelwerkzaamheden worden vanaf deze stijgers uitgevoerd. De nieuwe installatie wordt in eerste instantie naast de oude installatie geïnstalleerd. Hij is compacter en anders gesitueerd, namelijk boven in het gebouw in plaats van in de kelders. De oude verdeelinstallatie in het souterrain wordt gedemonteerd. Dit levert een royale ruimte op die gemakkelijk gebruikt kan worden voor twee woningen en bijvoorbeeld de huismeesterruimte. Dit zou 2 extra verhuureenheden opleveren. Een andere indeling zou zelfs 3 extra verhuureenheden kunnen opleveren. Zo zou ADVA er volgens ons uit moeten zien. Een eerbetoon aan een prachtig monument van de sociale volkshuisvesting met het wooncomfort anno 2016. We gaan in de hierna volgende presentatie graag dieper in op de planning, inclusief de logistiek, onze visie op de bewoner centraal, de veiligheid en gezondheid, het energielabel, het wooncomfort, inclusief een alternatieve oplossing voor de installatie en last but not least, de financiën.